stel je voor dat je iemand anders account zou kunnen hacken. Wie's account zou dat dan zijn? Die van haar. Oké, ik kom hier nog niet al. Het zal je vast niet ontgaan zijn, de enorme Twitter-hack van belangrijke mensen als Barack Obama, Jeff Bezos en Bill Gates. En ook Geert Wilders die werd gehackt online. Maar stel nou dat jij iemand zijn of haar account zou kunnen hacken omdat je benieuwd bent wat daar allemaal te vinden is. Wie zou jij dan gaan hacken? Ik zoek het vandaag allemaal uit hier in Almere. Ik neem jou mee. Ik zeg let's go! Stel je voor dat je iemand zijn of haar account zou mogen hacken. Wie zou dat dan zijn en waarom? Ik zou QC hacken. Ja, hij heeft best wel een groot bereik. En het lijkt me leuk om wat hij nou eigenlijk allemaal binnenkrijgt en hoeveel hij verdient. Ik denk die van Beyoncé. Dan kan ik mezelf promoten. Die van mijn zus, puur om het te irriteren. Foto plaatsen van mezelf. Gewoon dat ik in de kamer sta of zo. Eerlijk gezegd zou ik wel voor Bill Gates gaan. Ik ben gewoon nieuwsgierig, zou er niks mee doen. Maar ik zou gewoon weten wat hij allemaal heeft, hoe hij is gestart. Hoe hij zo groot is geworden, snap je? Donald Trump. Ik vraag me toch wel af waar hij zeg maar wat voor toekomstplannen heeft voor Amerika en wat hij nog meer gaat aanpakken. En stel je voor dat je iemand anders account zou kunnen hacken. Wie's account zou dat dan zijn? Die van haar. Nee. Volgens mij zijn veel schatjes. Die kan ik een pijn nemen van je. Oké, ik heb nog niet al. Steve Jobs. Want hij leeft niet meer, dus dan een beetje voortgang geven. Een beetje laten zien van ja, die man heeft wat bereikt. Een beetje zijn legacy voortzetten. Zou je nog ergens achter willen komen als je op zijn Twitter-account zit of zijn Instagram? Ja, of hij Illuminati is. Die man is te rijk. Kan niet. Professionele hackers, dat is best wel een groot probleem. Ja. Wat voor straffen moeten er samenhangen, vind jij, met echt professionele hackers die nou ook gewoon fraudelinkjes opsturen en heel veel geld verdienen? Wel grote straffen, want ik vind van sommige dingen zijn echt privé. Ja, ik vind het jammer dat het gebeurt. Want vaak wordt het gebruikt voor andere doeleinden. Jij moet gewoon zelf zorgen dat je website of je bankrekening goed beveiligd is. Ja, als je dat niet doet en we komen aan je geld, nou ja, dan moet je eerst toch naar jezelf kijken, zeg ik altijd. Hè? Ligt er aan wat hij hackt. Stel voor, hij hackt gewoon een Instagram-accountje, weet je. Van ja, geef het account terug, weet je, boete €200 of zo. Maar stel voor, hij hackt de overheid of zo, gewoon gevangenisstraf of zo. 5 jaar of zo, of iets langer. Of boete. Ik zou ze denk laten werken voor de overheid, denk ik. Oh, je zou ze nog die tweede kans geven om, hoe bedoel je, voor ja, de overheid? Ja, dat ze hacken voor een goed doel, zeg maar. Oké. In ieder geval dat ze lekker moeten opsporen voor de overheid. Dat je zelf toelaat. Moet je voor vind de consequenties staan. Vind jij dat jij nu goed beveiligd bent? Ja, ik ben wel goed beveiligd, ja. Maar ik denk ook dat jij te hacken valt. Ja, klopt, maar je valt alleen te hacken als je iets geeft aan ze. Wat ze hacken kunnen. En ik geef niks aan ze. Dus ik val niet te hacken. En nu ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd. Stel nou dat jij iemand zijn of haar account zou kunnen hacken. Wie's account zou dat dan zijn? Laat dat even weten hieronder in de comments. Vergeet ook niet om te abonneren op het Phonics kanaal. En ik zie jou heel snel weer. I'm out. Ciao.